Ik ga vanavond Afrikaans dansen met Sydney Sinkamba in de kern gezond. En als jij nou wil weten wat Abantu betekent, blijf dan kijken. Sydney, wat gebeurt er hier vanavond? Ja, vanavond, we komen hier elke vrijdagavond om Afrikaanse muziek te spelen. En wij spelen vanavond djembe. En dat is gewoon de energie van de Afrikaanse cultuur even delen in Nederland. En zeker in Leidse Rijn. Ik vind het belangrijk omdat ik, sinds ik hier woon in Nederland, ik kom mezelf tegen in hoe het leven hier gaat en waar ik vandaan kom in Zambia. Mm-hmm. Dus dan bevind ik mezelf in het midden. Mm-hmm. Midden van the best of both worlds, zeggen ze. Mm-hmm. Dus daar merk ik van wat vanzelfsprekend is voor mij. Hier is het niet zo in Nederland. Mm-hmm. Mensen zitten een beetje besloten in hun hoofd. Maar ook in het leven, zeg maar. Dus het kan iets meer open zijn. Projectleider van In de Kern Gezond. Sydney is hier nu aan het spelen en aan het dansen. Waarom is dat belangrijk? Ja, wij zijn ontzettend blij dat hij dat hier komt doen. Want wij willen dat elke wijkbewoner van Leidse Rijn in zijn kracht gaat staan. En in zijn kracht komt staan. En Sydney heeft gewoon een passie voor Afrikaanse dans. En een passie om mensen te verbinden met elkaar. Ja, en daarom past het zo heel goed bij ons om positieve gezondheid in de wijk te vergroten. Zo staan, hè? Nou, jaren. Je had ook al een keer iets gewonnen. Djembe is West-Afrika. De instrument is een instrument van de Mandeng. Ja. Mandeng, dat betekent is een Mandeng is een stam. Okay. Ja, is een stam van Mali. Het is begonnen van Mali en van Mali. Daarna is hij naar Guinea gegaan. En dan van de Guinea. Het zijn van Ivorcus en van Ivorcus naar Gambia, van Gambia naar Senegal. Mm-hmm. Want vroeger, dat was de tijd van de oorlog, die stammen zijn door elkaar. Ja, ja. En die Mandeng is de grootste stam van Afrika. Sydney die is hier vooral, want hij zegt ik wil verbinding maken tussen mensen. Ervaar jij dat ook? Ja, ik ken Sydney nou een jaartje of zo. Sydney is ook echt een verbinder, zeg maar. Iemand die gewoon met een hele sociaal ondernemende geest aan de slag gaat. Overal waar hij komt, wil hij projecten starten. En dat bewonder ik heel erg in hem. En Sydney doet nu ook mee met het programma van Starters for Communities. Wat ook bezig is om overal in de stad sociaal ondernemende initiatieven te versterken. En daarin hoor ik ook al heel veel goede verhalen over. Jij noemde een Afrikaanse term. Abantu, zeg ik dat goed? Abantu, ja klopt. Abantu. Wat houdt dat in? Abantu betekent mensen in de Afrikaanse taal. Dat is, ik kom uit Zambia. Zambia is een van de Bantu tribes. En daar komt de term eigenlijk Ubuntu filosofie. Is van die gebied eigenlijk. En daar komt de term Abantu. Abantu betekent mensen. En ik heb een stichting opgericht die het Stichting Abantu Verbinding. Voor mij twee termen, Abantu is Afrikaans, verbinding is Nederlands. Maar verbinding is waar het om gaat. Dus mensen verbinden is eigenlijk wat Abantu betekent. En wanneer wordt jouw Stichting Abantu nou echt een groot succes? De Stichting Abantu Verbinding wordt een succes als wij met elkaar dingen gaan doen. Met en voor elkaar, maar ook dat iedereen op de ene manier of een ander iets te doen heeft in de wijk en voelt dat ze erbij horen.